Aangenaam, Carmen Felix. Columnist, redacteur, vertaler. Ik doe alles met tekst en ik ben Indo. Ik ben Hesdy, volledig Hesdy Lloyd Lonwijk. Ik ben Surinamer. Ik ben Maron. Ik ben een filmmaker, verhalenverteller, schrijver, soon to be producent. Dit is geschiedenis van ons allemaal. Dat is een vraag aan ons allebei. Wat motiveerde jullie om deel te nemen aan dit gesprek over de Nederlandse slavernijgeschiedenis? Oh, je gooit het op de grond gelijk. Ja, ja, dat heb je, hè, als je aan het woord slavernij denkt. Wegsmijten. Gaan we weer. Ja. Ik zie de Marons van toen, hè, mijn voorouders, heel erg als helden. Dat zijn voor mij echt helden. Die hebben zich echt verzet ook, want ze vluchten niet alleen maar weg van de plantages, maar ze groepeerden zich ook en dan kwamen ze terug om andere slaafgemaakten te bevrijden. Dus dat is voor mij echt een verhaal waar ik heel erg, ik ben daar gewoon trots op. Yeah. En als zodanig, ik sta letterlijk op hun schouders. Dus het idee dat ik in mijn werk daar niet iets van zou laten zien, is mij gewoon vreemd. Ik moet me uitspreken. Mm-hmm. Dus dat. En, ja. En als zodanig, ja, dan is het levend houden van dat verleden is een belangrijke. Ja. Ik heb het heel erg gemist toen ik naar Nederland kwam. En er niks over. dus ik was 13, ik kan me de dag echt nog, alsof het gisteren was, herinneren. Eerste les geschiedenis. Ik ben nieuwsgierig, dus ik ga door het boek. Het einde bladeren. Ik ga gewoon, weet je, gewoon bladeren, want ik had al een jaar middelbare school gehad in Suriname. Dus ik ga gewoon bladeren zo. En ik kom bij een hoofdstuk, de Gouden Eeuw. Oh, ik denk, zang, Gouden Eeuw, oké, cool. En ik ga er doorheen bladeren. En op een gegeven moment ging het goed met de Nederlanders. Het ging alleen maar goed en tof en positief. En toen was het vooral afgelopen en ging het daar door naar het volgende tijdperk. En was, hè, wat? We gaan even terugbladeren, misschien heb ik iets gemist. Dus ik steek mijn hand op. Ja, meester, ja, want zo spraken we dan, hè? Meester. Waar is de rest van het verhaal? Of ik zei eigenlijk, waar is de rest van het verhaal? Want ik had nog een echt een goed Surinaams accent. Yeah. En hij kijkt me aan. En ik weet nog, de rest van de klas die keken me aan. Ze van, hey, waar heeft deze man het over? Mm-hmm. Deze jongen toen, hè? Ik was 13. Waar heeft deze jongen het over? En hij liep helemaal rood aan en trok zijn schouders op en weet je, en dat was het. Dat is letterlijk hoe ik me ook voelde. Okay. Ik weet nog wel dat ik, volgens mij was het 2 HAVO en toen hebben we het, je had dan inderdaad van die blokken waarin je een hoofdstuk behandelde. En één hoofdstuk was de VOC en Indonesië en hoe heerlijk het was dat we daar lekker aan een kruisbestuiving deden, specerijen haalden en weer lekker terug naar huis. Yeah. En het werd echt als een vrolijk verhaaltje gebracht. Yeah. En ik weet nog dat ik dacht van, hey, is dit het echt? Is dit het verhaal? Yeah. Is dit, ik moest later, jaren later zelf pas, niet jaren later, ja, denk toen ik een jaar of 18 was, ben ik pas zelf een beetje gaan uitzoeken hoe of wat. En dan nog, kijk, om even terug te komen op die vraag. Ik heb ja gezegd omdat het voor jonge mensen volgens mij echt fucking moeilijk is om echt het eerlijke verhaal over Nederland en Nederlands verleden te vinden. Mm. Ik denk dat mensen een bepaald beeld hebben van de Nederlandse aanwezigheid in Nederlands-Indië en dat het allemaal op wat politionele acties na gewoon best wel soepel is verlopen. Mooi woord, politioneel. Precies. Yeah. En daarna zijn we weggegaan. Yes. En sindsdien zijn we gewoon allemaal vrienden met elkaar. Maar dat heeft ook te maken, en dat is ook weer nog een reden waarom ik meedoe, omdat er iets is wat het Indisch zwijgen heet. Okay. En Indische Nederlanders of Indo's, of hoe ze zichzelf willen noemen, hoe ik mezelf ook wil noemen, die zijn heel goed in zwijgen en zeggen van, laten we niet te veel terugkijken, laten we vooruitkijken, we hebben het nu goed. Mm-hmm. Laten we niet te veel moeilijk gaan doen, niet te veel amok gaan maken. En waarom is dat? Ik denk dat dat is omdat
de Indiaanse Nederlanders die in de jaren 50 en 60 naar Nederland kwamen, die hebben gewoon, dat was die eerste generatie, mijn opa en oma, die hebben gewoon echt ingeprent gekregen, dit is goed. Wat je nu krijgt is een ticket, een gouden ticket, je mag naar Nederland komen, want in Indonesië word je verguisd, want je bent geen Indonesiër, dus je wordt door de echte Indonesiërs wordt in elkaar geslagen, door de Nederlanders word je een beetje achtergelaten, je valt tussen wal en schip. Nederlanders geven je nu de kans om dan, oké, kom maar naar Nederland dan. Ja, ja, ga hier maar in een koud pension zitten, of als je een Molukker bent in een barak. Ja. Hou je stil, hoofd omlaag, geen grote bek, dan komt het wel goed. En dat zorgt ervoor dat er generaties lang niet echt wordt gepraat over wat er allemaal is gebeurd in Indonesië. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat herdenkingen van de Nederlandse slavernijgeschiedenis inclusief zijn en respectvol zijn voor alle perspectieven? Laten we in godsnaam eerst beginnen met op een rij zetten en duidelijk krijgen voor iedereen in Nederland wat slavernij precies inhield, hoe het eruit zag, waar het allemaal plaatsvond en hoe fucking kort geleden het ook is. Ja, ik kan net zeggen hoe het doorwerkt. Hoe het doorwerkt. En wat dat betreft wel voor het Hollandse perspectief, want dat is wat heel veel mensen vaak onderschatten. Ja. Is hoeveel profijt ze ervan hebben dat hun voorouders op zo'n barbaarse manier andere mensen hebben gekoloniseerd. Ja. Dus dat wordt weggelaten. Ik werd een zwarte man toen ik op mijn 13e naar Nederland kwam. Ik werd hier, ik ga het gewoon zeggen, werd ik toen ik hier kwam. Yeah. Toen werd ik dat genoemd, weet je? Was dat op het Atheneum. Yeah. De persoon in kwestie weet het nog, want die heb ik, gaat gewoon toegeven, op zijn bek geslagen. Want dat is wie ik was toen. Weet je, nu praat ik, toen sloeg ik. Yeah. En ik heb erop losgeslagen, omdat ik dat niet pikte. Yeah. Dus weten waar je vandaan komt, zorgt er ook voor dat je weet wie je nu bent. En het zorgt er ook voor dat je weet wie wij zijn met z'n allen. Hoe jij hier terecht bent gekomen, is geen toeval. Nee. Weet je, hoe ik hier terecht ben gekomen, is geen toeval. Net zoals, en dan trek ik het even naar nu, we exporteren bommen. Maar we willen geen vluchtelingen hebben. Nee. Dat is gewoon heel raar. Weet je, je moet snappen waarom mensen hier aan de poort kloppen. Ja. Het is omdat wij elders gewoon oorlogen veroorzaken. Ja. Dat is heel simpel. Bekostigen, steunen, wegkijken, negeren, alle dat. En dan helemaal in paniek raken als er mensen als ze dan hier komen, hier terechtkomen. Het is gewoon heel raar. Is geschiedenis die we nu aan het creëren zijn. Ja. Weet je wel? Zo. En ik zie het wel. Wil je kind laten vertellen, hè? Het is niet zo zwart-wit gezegd. Er zijn zeker situaties, het is nu 3 jaar oud, dus ze vraagt er niet naar, maar er gaat zeker een moment komen, God willing, dat ze aan me vraagt van, hey, papa, wat heb jij precies meegemaakt? Weet je wel? En dan ga ik dan liegen of ga ik het verhaal mooier maken? Ik denk het niet. Nee, je moet haar alles vertellen. Maar ik wil er context aan geven. Yeah. Ik wil haar, misschien moet ik hem meer laten weten dat het niet alleen maar over papa ging, maar dat het institutioneel is, dat het een systeem is waar ze in leeft. Yeah. En haar wapenen met, hoe kun jij ervoor zorgen dat jij als vrouw en als vrouw van kleur je hierboven kan gaan staan. Ja. En hier tussen mag staan. Ja. Weet je? En hier jezelf thuis mag voelen, want zij is hier wel geboren. Hoe zorg je ervoor dat jij volop Nederlandse mag zijn met je roots elders? Weet je? En dat is een uitdaging, dat is iets wat ik nog aan het uitvinden ben. Ik heb het antwoord niet, maar dat zijn dingen die je dan wel afvraagt, weet je wel. En daarom hou ik me actief wel bezig met die geschiedenis. Het ouderschap is ook weer een hele emotionele rollercoaster ride van hoe de fuck. Totaal. We vertellen allebei verhalen in tekst, maar ook in beeld en geluid. Zijn er specifieke verhalen of figuren uit de Nederlandse slavernijgeschiedenis die persoonlijk tot ons spreken of het meest zijn bijgebleven? Ben ik wel heel erg benieuwd vanuit Indonesië. Maar dat ken ik dus niet. Nee. Te weinig. Is, ja, Melati van Java, dat was echt een Indo-Europese jonge vrouw was dat. En die was op den duur was dat echt de bestseller schrijver van Nederland. Die schreef gewoon best... Ja, nooit van gehoord waarschijnlijk. Nee. Noem eens de titel. Weet je waar? Ze heeft echt een hele rits titels geschreven. Oké, echt veel boeken. Ja, echt heel veel boeken. En een beetje... Het was in die tijd in... Begin 1900 nog wat was dat, een beetje melodramatisch, romantische boeken allemaal over het leven als Indisch meisje in Indonesië. Maar er zat cultuur in. Precies, er zat cultuur in. En
Zij was een Indische Nederlander en ja. ze was lichtbruin en ze was een van de best gelezen vrouwen in een tijd waarvan ik, nou, toen was er nog geen NS Publieksprijs of zo, of nee, een nee, ACO Literatuurprijs. Nee. En ik vond dat heel, ik kwam daarachter van, oh, wat vet dat er iemand was die op mij leek 100 jaar geleden ja. en langer dan 100 jaar geleden. En ook mijn werk deed. Dat ja, vond ik heel leuk om te zien. En ligt daar een taak voor jou? Absoluut, absoluut. Ik voel dat nog sterker nu mijn vader dood is. Omdat dat altijd mijn directe link was met Indonesië en onze geschiedenis en het Indo's zijn. Mm-hmm. En ik voel heel erg de behoefte. Ik heb een van mijn meest succesvolle columns een paar jaar terug heb ik geschreven, dat ging heel erg over taal en over hoe Nederlanders mij altijd vroegen of aanspraken. Is het nou Indo? Is het Indiaans? Is het Indiaans? Is het Indisch? Zeg maar alleen al bij de woorden gaat het mis ja. Met, ja. tussen Nederlanders en hun eigen geschiedenis. Ja. Dus ik heb daar toen een column van 500 woorden over geschreven met de uitleg, een soort van Sesamstraat uitleg over 500 woorden wat van is wat? Wat is wat, ja. Dit ben ik, jullie waren er ook bij, ja, opa en oma waren er ook bij, het is niet iets geks wat hier opeens was uit het niets. Ja. Ik heb nog nooit zoveel reacties gehad op een column in mijn DM's van mensen die het die me ook vroegen om de PDF om het door te sturen naar hun eigen familieleden okay. of mensen die daar altijd fouten in maakten. Dus ik ja. merkte heel erg, oké, dit is blijkbaar wat leeft. En dat is misschien ook omdat, wat ik net zei, dat hele Indische zwijgen. We schrijven er te weinig over, we praten er te weinig over. En voor iemand met zo'n grote mond als ik, die bereik heeft, niet dat ik een soort van influencer ben, maar wel bereik heeft omdat ik schrijf en ik zit op het internet. Dus ik kan hier iets mee doen, voel ik wel heel sterk. Ik moet dat gaan doen. Ik weet nog niet hoe. Ja. Heb jij dat ook? Sowieso. Ja. Sowieso, maar dat is omdat er aan die kant van Suriname niet, niks of nauwelijks iets is. Ik kijk wel de historische feiten. Mm-hmm. En dan ook nog vanuit een wit perspectief natuurlijk. Mm. Dus er is het een en ander verdraaid. Als ik denk aan film. Laat me eerst even beginnen bij de figuren. Hè. Dan heb je natuurlijk ja, namen die je vaak hoort vallen. Weet je, Baron, Bonnie, Jolicoeur. En dan, weet je, recentelijk, ja, dat is geen slavernijgeschiedenis meer. Maar, weet je, Anton de Kom heeft er wel eens, weet je, ook ja. over geschreven in zijn boek. Ja, denken is ook eren. Voor mij gaat het ook over eren. En hoe eer je zo'n geschiedenis is door de mensen die daarin zaten, daar ook. Je moet daar acties aan verbinden. Mm-hmm. Dat betekent niet dat je dan op, weet je, het is 1 juli, dan gaan we lekker dansen, eten en dan zijn we er klaar mee. Klaar, ja. Weet je, wat gebeurt er de rest van het jaar? Je moet daar ja. invulling aan geven. Dus, ja. dus stop er geld in, zorg ervoor dat onder andere het onderwijs, dat vind ik eigenlijk gewoon nummer 1, tuurlijk, dat daar aandacht ja. aan wordt gegeven. Mooi bruggetje naar Nederland, onderwijs. Mm-hmm. Same thing hier, weet je, maar dan even op een ander vlak. Het moet gewoon in alle geuren en kleuren in die geschiedenisboeken komen. En dan heb ik het over het hele verhaal. Vanaf Indonesië tot aan Suriname. En laten we de Antillen niet vergeten. En al die andere plekken waar ze ook nog zaten. Laten we het hebben over de jaren 60 en de 70 en gastarbeiders die in Let's go. Gehad. Het ja. hele verhaal, dat moet erin terugkomen. Dat ja. is voor mij een geschiedenisere. Is door, je moet er acties aan verbinden. Kijkend naar onze vakgebieden. Welke rol kunnen verhalen in visuele media en tekst spelen bij het vorderen van een dieper begrip van deze geschiedenis? De power die we hebben, is de kracht van empathie. Ja. Ik denk dat cijfers, hoe goed ook, hoe belangrijk ze ook zijn, weinig tot de verbeelding spreken. Ja. Hè? En dan om het dicht bij huis te houden voor de witte Nederlander. Een paar miljoen Joods mensen die zijn vergast. Mm-hmm. Je snapt dat het verschrikkelijk is, maar het is bijna onmogelijk om het in je hoofd te krijgen, om te beseffen, wie heeft ooit in zijn leven 2 miljoen mensen bij elkaar gezien? Yeah. Nou, dat aantal, weet je, of meer is toen, weet je wel, yeah. vermoord. Dus het blijft een beetje op afstand. Yeah. Terwijl wanneer je een vraag gaat schrijven, of je gaat een verhaal verfilmen,
dan kan ik het perspectief kiezen van iemand die exact lijkt op jou. Mm-hmm. En met lijkt op jou bedoel ik die, net als jou, ademhaalt, lief heeft, dromen heeft, ambities, ja, et cetera, et cetera. En je zorgt ervoor dat mensen gaan meeleven. En dat is denk ik een heel krachtig wapen die we hebben. En die vaker ingezet zou mogen worden, ja, in dit verhaal. Gewoon de persoonlijke verhalen. Het is tegelijkertijd natuurlijk een grote uitdaging. Want als ik het even heb over Suriname. Men vond het niet de moeite waard om de verhalen van bijvoorbeeld de slaafgemaakte op te tekenen. Mm-hmm. Weet je wel? Dus je vindt het mondjesmaat. Precies, ja. Dan zie je bijvoorbeeld, dan staat er in een rechtbankartikel van yeah, 18e eeuw staat, yeah, er die en die slaaf staat er dan, hè, want ik gebruik het woord slaafgemaakt, mm-hmm, maar dan staat er dan nog slaaf. Die slaaf was brutaal, want liep altijd weg. Weet je? En dan kom ik lees dat als, oh, karakter. Mm. Iemand die rebelleert, die zich ondanks het feit dat er misschien een voet afgehakt kon worden, yeah, dacht van, ik moet naar mijn vrouw, yeah, weet je wel? Ik ga, of I'm out of here, ik ga, yeah, blijven vluchten, want ik ga hier niet blijven. Yeah. Dat is een karaktertrek, dat is het, yeah, al een klein... Dat alleen al zo'n verhaal, schets van, toch? Ja, yeah, is een schets van iemand die wordt gegeven, die, yeah, je moet halen uit hele platte gegevens. Maar die verhalen die zijn niet gemaakt en die zou ik wel echt boven water willen halen. Ik wil graag weten, wie is, weet je, Bonnie wordt omschreven aan de hand van acties, maar wie was hij nou echt? Ja. Weet je, er is nu een musical gemaakt. Ja, het is theater. Hoe rauw kun je het maken? Weet je wel? Ik wil het zo rauw mogelijk maken. Mm. Ik kan moeilijk, zeg maar, ik verwacht niet dat ik als ik daar naar die musical ga, dat ik ga zien hoe ze iemand in stukjes hakken. Niet dat ik dat wil. Well, maybe I will. Wel bloed zien. By the way, zien. Yes, ik wil bloed zien. Want, nee, want dat was ook, dat was de realiteit. Ja. Weet je, mensen werden heel wreed behandeld. En vermoord. Ja. En het verzet daartegen was soms net zo hard. Weet, ja, je, want dat is wat je zou doen. Je gaat je, ja, gewoon verzetten en dan, ja, gebruik je ook geweld, want er is geen andere manier. Ja. Want je wordt niet als gelijke gezien. Nee. Vind ik een belangrijk punt om te maken, zeker, yeah, in de context van de huidige tijd. Laten we dat niet vergeten. Ja, ja, ik denk inderdaad dat films, boeken, verhalen dat als geen ander kunnen. Inderdaad wat je zegt, een nieuwsbericht of zo, of iets. Ja, dat, ja, is niet genoeg. Bij een boekpresentatie mocht ik een nieuw boek presenteren. Dat heet Atlas van de Oversteek. En dat is, weet je, cijfertjes zijn misschien niet interessant, maar dat boek is wel echt, echt heel boeiend. Dat gaat, zeg maar, de oversteek van Indonesië naar Nederland. En dat hebben ze dan helemaal in cijfers uitgeschreven. Wie ging met welke boot? Ging met het vliegtuig? Wie kreeg een vliegticket? Okay. Uit welke wijken kwamen ze? Uit welke steden? Uit welke eilanden? Ja, nu is er voor het eerst is er een boek waarin dat een beetje in kaart is gebracht. Maar ik denk, er is volgens mij van allebei onze achtergronden nog zoveel te grasduinen en te ontdekken. En verhalen, individuele verhalen, maar ook gewoon echt die geschiedenis. Ik heb, ja, het gevoel dat we maar zo weinig weten. Ja, dat klopt. Heb ik altijd. En dat is frustrerend. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die nog minder weten. Ja. En dan denk ik van, oké, ik weet al zo weinig daarover. En ik kan niet. En het voelt soms vermoeiend dat het gros van de mensen nog veel minder weten. Ja, het komt. Het komt. Ik ben ermee bezig. En velen met mij, gelukkig. En ik hoop ook echt dat het wordt verteld door mensen van daar. Ja, zin in. En ook dat het ook gaat, inderdaad, wat je zegt, ook over de vrouw. Want die speelde een hele belangrijke rol. Mm-hmm. Zowel de historische figuren. En ik vind ook dat vrouwen nu ook een hele belangrijke rol, zeker, spelen. De zwarte vrouwen in de community, ja, hebben het eigenlijk het zwaarst. Ja. Dus ik leg ook ergens ook mijn hoop ook in hun, weet je wel. Dat, ja, zij dat willen doen. Dus ook voor die nieuwe generatie. Dat het is ook hun verhaal, ja, weet je, en daar kunnen zij ook iets mee. Ja. En dat doen ze wel eens, maar het, ja, gebeurt niet altijd even secuur. Ja. Ja. Mooi, ik kan niet wachten. Dus, maar goed, je zegt het, er ligt, laten we contact houden. Want laten we sowieso contact houden. Ja. 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 Voor onze kinderen. Ja. Oké, check. Check.